Yo kijkers van Warmer Games en leuk kijk naar een nieuwe video. Vandaag zijn we in weer iets nieuws. Het oude Tekkit, nou het is wel de nieuwe Tekkit, maar dit is het allereerste spel dat ik ook gespeeld heb op Warmer Gaming nog. Als vorige kanaal, als jullie het niet kennen, je kan het nog steeds opzoeken. Het kanaal staat er nog steeds op. Er staan hele oude slechte video's op van mij die Tekkit speelt. En volgens mij speelden we toen ook een custom map bouwen en Hardcore Survival, dacht ik. Maar dat is heel lang geleden. We zijn nu weer op een nieuw kanaal. En ja, we gaan gewoon weer Tekkit spelen. Zoals je ziet ben ik al wat begonnen. Oh shit. Zwaard pakken. Met een basis maken. Want meestal is het begin van het maken van een... even kijken trouwens hoe laat het is. Ja. Het begin van een Minecraft serie is meestal niet zo... Ja, er gebeurt niet zo heel veel, want je begint altijd een beetje hetzelfde. Ik heb dus alvast een beetje een basis opgebouwd. Ik had eerst dit zo gebouwd, dit stukje hierboven. Want ik dacht, nou, dan kunnen ze niet binnen. Maar toen kwamen ze nog spinnen en dingen daarboven langs. Dus ik heb dat er omheen gebouwd. Nou, Sophie heeft dat er omheen gebouwd. Het is een LAN-hosted spel heb ik het gemaakt. Dus Sophie, die is nu, kan je daar ook zien, zit ook in de server. Dus we spelen het een beetje samen, maar hij is gewoon een beetje resources aan het doen. Maar dus aangezien we dit al hebben, dus ik heb al wat eten hebben we al. En verder heb ik niet echt iets over, want ik heb net wat gegeten. Oh, ik weet niet waarom hier fences liggen. Oh ja, Sophie was net gekild door een spider hier. Ik zal even die zombie, mini zombie, killen. En zoals je ziet ben ik ook al XP level 5. Dat is gewoon door al die zombies die hier omheen staan, die maak ik dan gewoon af. En af en toe loopt mijn muis of mijn toetsenbord loopt vast. Echt een beetje om en om. Dus dat is super chill. Hier, dit hebben we dus al. Een beetje de tools die je eigenlijk altijd wel vrij snel hebt. En een furnace en een crafting table. En dit is dan ons huisje. Die ik van binnen nog niet echt heb ingericht. Maar hier, even kijken hoor. Hebben we nog charcoal of niet? Ja. Wat ik vandaag in de eerste episode even wil gaan doen... is de mines in. Want de reden dat ik dat wil doen is denk ik wel logisch. Want er zitten gewoon nog steeds quarries in deze Minecraft. Het is wel weer een nieuwe versie van Tekkit. Ik bedoel niet Minecraft, ik bedoel natuurlijk Tekkit. En in deze versie zitten nog steeds de quarries. En ik kan het wel even laten zien. Hier, quarries zitten er nog steeds in. En die maak je nog steeds hetzelfde met de redstone, iron gear, gold gear en dat soort dingen. Dus ik moet heel veel iron, gold en diamond zien te vinden. Daar ga ik deze episode mee beginnen, maar daar ga ik offscreen nog verder mee. Hier even kijken wat er allemaal nog meer in zit. Want dit is natuurlijk de nieuwe en ik heb het eigenlijk niet meer echt gespeeld sinds die oude. Nou, dit zijn allemaal blocks. Er zitten graphite bars. Ik zou niet weten wat dat is. Jetpacks zitten er dus nog steeds in. Er zitten trouwens ook nog steeds pipes in, dacht ik. Moet je hier op drukken en dan krijg je het hier. Ja, de pipes. Maar zijn het nog de normale? Ja, maar je hebt nu ook sandstone. Transport pipes. Dat is nieuw. Dit is ook nieuw. Nou, we gaan het vanzelf ook wel uitvinden wat er allemaal nieuw is. En er zijn natuurlijk ook meer ores in Tekkit dan in normaal Minecraft. En ik zou namelijk... Daar rechtsonder kan je trouwens... Het staat heel klein, ik weet niet of jullie het goed kunnen lezen hoor. Maar er staat wat je oppakt. Dus dan weet ik dat dit koper is. Het staat heel klein, rechtsonder in het hoekje staat wat je pakt. Dat is voor mij heel klein, dus ik zou ook wel begrijpen als jullie dat niet kunnen lezen. En dan gaan we... Wow. Hij staat gewoon op 120 fps en nog liep hij even vast ofzo. Ik snap niet dat hij trouwens op 120 fps staat. Als iemand weet hoe dat komt... graag in de reacties achterlaten, want ik heb hem gewoon gecapt op 60. De opname heb ik op 60 gezet, dat hij daar niet overheen mag. En rechtsonder zie ik mijn FPS count gewoon op 120 staan. Dus dat is, nou, eigenlijk niet de bedoeling, maar op zich niet heel erg. Oh, ik heb geen shovel meer bij me. Stone pickaxe. Dus ik neem nu blijkbaar op met 120 FPS Minecraft. En... Zie je, dan loopt dus mijn muis weer vast. En wat neem ik... Oh, doet hij het weer. Het loopt nu de hele wereld vast. Oh nee.
Nou, apart. Ik ga even kijken wat ik daaraan kan doen. Wat hebben we nu? We hebben alleen wat koper gekregen. En ik zal even naar Saphir toe gaan. Die is boven, denk ik. Hij kan mij denk ik horen praten, maar dat weet ik niet zeker. Even kijken. Oh ja, hij is hier al. Hij is net aangekomen. Creeper buiten. Oh, oké. Okay. Even kijken. Ik kan trouwens mijn PlayStation controller wel uithalen. Misschien dat die te veel power gebruikt of zo. Alle USB-poorten, want er zitten er best wel wat in. Misschien als ik die eruit haal, dat het dan wat minder wordt. Maar dit is dus weer eigenlijk een beetje het standaard Tekken wat we vroeger ook altijd op het kanaal hebben gespeeld. Ik zal eerst de dingen gaan doen die ik natuurlijk nog een beetje ken, zoals de quarry, dat ik in ieder geval niet meer hoef te minen. Omdat het, nou ja, ik vind het op zich wel leuk om te doen altijd, maar onscreen is het niet echt super spannend of zo. Dus op die manier ga ik denk ik het minen fixen door gewoon een quarry te maken, zo snel mogelijk. Ik zit eigenlijk te wachten tot ik in een, hoe heet dat kom, in een mine shaft of zo. Maar nou, het zit er niet echt aan te komen volgens mij. Nou, nu staat de FPS count gewoon weer op 60. Oh, en Saphir die mind mee. Ik dacht al, af en toe gaan er gewoon bloks weg. Wat is dit? Dit ziet er gewoon uit als diamond. Maar het is volgens mij gewoon, ja, het is tin inderdaad. Dat dacht ik al. Als je in iemand staat, dan kan je niet echt lekker minen. Maar mijn pickaxe is bijna op. Dus ik ga even. Oh, nee, hij gaat weg. Oh. Hij heeft me trouwens een pickaxe gegeven, een nieuwe. Dus dat is ook wel chill. Ik ga even boven kijken of ik wat eten kan regelen, want anders gaat het een beetje snel. Oh, hier staat nog een steak. Kijken of ik het daarmee red. En ik kan ook nog een apple nemen. Ik hoop niet dat het al nacht is buiten. Nee, het is nog geen nacht buiten. Oké, we kunnen even hier ook. Eigenlijk wil ik eventjes ook een beetje iron fixen. Want dan kunnen we een bucket maken. En dan kunnen we daar een soort, ja, toch een mooiere farm aanleggen. Maar nu kijk ik even of ik nog iets meer seeds, dat ik mijn farm wat groter kan maken. Want toen ik hem bouwde, hadden we maar voor één persoon eten nodig. En toen dachten we, oh, we kunnen wel LAN party spelen. Dus dan hebben we voor twee mensen eten nodig. Ik zat er ook nog aan te denken om misschien een eigen modpack ooit te gaan maken. Een BWG modpack of iets in die richting. En ik weet trouwens ook niet of je vliegtuigen kunt maken in dit spel of in Tekken. Maar dat wil ik ook nog een keer een soort van demo doen. Hoe je een vliegtuig in Minecraft kan maken. Dat hebben we toen met de GKNL modpack natuurlijk gedaan. We hebben een heel vliegveld gemaakt. En ik weet niet of wat hierin weer kan. Maar ik weet wel dat er weer kobalt en, of nee, marble en basalt bedoel ik. Niet kobalt. Marble en basalt in dit spel zit. En dat betekent dus dat we weer een soort hangars kunnen maken ook. Zodat we dat vroeger ook altijd gedaan hebben. Zo. Oh, er staat hier een portal. Ik ga volgens mij maar vanaf één kant zien. Ja, ik ga er nog niet in. Ik weet serieus, laat in de reacties achter wat ik hiermee. Het ziet er wel echt vet uit. Wat er gebeurt als ik hierin ga. Laat het even in de reacties achter en dan gaan we het volgende episode gewoon proberen. Maar voor nu vind ik het nog een beetje te tricky, want voor hetzelfde geld kom ik gewoon helemaal niet meer in de buurt ook terug. Oké, hoeveel? 23, nou, kunnen we weer eventjes mee verder. Nou, we kunnen gewoon het hekje pakken, zo. En de eerste aflevering maak ik meestal niet zo heel lang. En dat is niet omdat ik dan geen tijd heb of wil stoppen ofzo. Maar dat heeft er meer te maken dat ik dan nu hier achterna gewoon offscreen nog wat dingetjes kan doen.
zoals die, dan verder minen en kijken of we de dingen kunnen regelen voor een... Kijken of ik dit red. Ja, dat red ik ook nog. Voor de quarry, dus dat ik de diamonds en de gold en de iron bij elkaar kan krijgen. Het is nu in ieder geval eerst zaak om alleen al iron te krijgen, want dat is al vrij moeilijk. Ik heb nog helemaal niks qua iron gezien. Ja, dat redden we zo ook wel. Als we hier 10... niet de torches natuurlijk. Zo, op die manier. Oké, dus de farm hebben we ietsje groter gemaakt. Dan gaan we nu nog eventjes naar beneden. Toch nog even de mine in. Ik zit even te kijken op welke hoogte zitten we straks als we daar beneden zijn. Dus al best wel diep. Oh, er zit ook een creeper. Nou, daar ben ik wel gelijk van die... Hoe heet het af? Maar dan kom ik natuurlijk zelf niet meer omhoog. Zo kom ik weer omhoog. Ja, zo kan het weer. Dan ben ik in ieder geval ook gelijk van die skeleton af. Dan hoef ik die zelf niet meer te killen. En ik heb er zelf helemaal geen damage aan overgehouden. Dus dat is eigenlijk best wel chill. Ik zal zo ook nog even wat dingen moeten smelten. Dus ik moet eigenlijk ook nog wel... hoe heet dat? Kool zou ik eigenlijk ook nog wel nodig hebben. En de mensen die het afvragen, de webcam is Saphir's camera. Ik heb geen shovel bij me. We hebben een mini HDMI naar HDMI kabeltje gekocht. Daardoor hoeven we als het ware niet meer helemaal de SD-kaart uit te halen. En op mijn computer doet de SD-kaart lezer het niet. Dat moeten we echt nog steeds een keer laten fixen. Want dat is echt best wel heel erg vervelend. Hoe kom ik nou weer aan torches? Ik denk dat ze vier ze gegeven heeft. Ik zou het niet weten. Maar dus die moeten we nog... wat wil ik nou zeggen? Ik weet zelf niet meer wat ik wil zeggen. Oh, we zitten nu op... de goede diepte... voor onder andere... diamonds. En de... Kijk, nu doet mijn toetsenbord te springen, deed het op een of andere manier niet. Oké, nou dan gaan we gewoon hier de bocht maken. En dan gaan we gewoon hier een soort strip mine maken. Dat vind ik zelf altijd het meest effectief qua minen. Want je kampt eigenlijk gewoon een heel gebied uit. Waardoor je de grootste opbrengst van een stuk gebied krijgt. En dit is lood. Oh, dat krijg ik niet één stuk met een... hoe heet dat? Oh, lapis lazuli kon ik dan trouwens wel kapot maken met een stone pickaxe. Dus dat is op zich best wel chill, dat wist ik niet. Ik dacht dat je daar ook wel iron of zo voor nodig had. Even kijken. Wat is dit? Silicon ore. Ik zou niet weten wat ik daar mee zou kunnen. En nu loopt mijn toetsenbord weer even vast. Sta je gewoon serieus vast. En dan springt hij weer verder. Zo. Kijk, de eerste iron. Ojo, dit is echt irritant. Dat je toetsenbord het niet doet. Ik snap er helemaal niks van. Maar we gaan even zo meteen na deze episode kijken wat ik daaraan kan doen. Ik had er al een nieuwe batterij in gedaan. Want ik dacht dat het daar aan lag. En toen deed hij het een tijdje weer helemaal goed. Maar nu hebben we dus ook iron. Dus dat gaan we denk ik even gewoon smelten. Want anders wordt het hier sowieso te donker. En dan kunnen we straks weer de creepers en de... Oh, die kant op. De creepers en de skeletons kapot maken. Maar dit is dus echt het allereerste wat ik ooit op YouTube heb gezet ook. Was een video van Tekkit. Die serie heb ik denk ik 17 episodes gedaan of zo. Volgens mij toen Bomber Gaming stopte. Want dat kwam doordat we volgens mij problemen hadden met Google en YouTube. Maar dat hebben we nu allemaal niet meer. Maar dat hadden we toen. Oh, cook pork chop. Ik zal nog eventjes een furnace maken. Maar toen ben ik doorgegaan op het nieuwe kanaal met die serie nog. En dat werd best wel goed bekeken toen, volgens mij. Ik weet het niet meer precies hoor, maar... dus moet ik wel even de helft van mijn kool pakken. En dat vond ik toen ook leuk om te doen. Dus ik denk, nou, laat ik het nu ook weer gewoon beginnen.
Nou moet ik mijn iron zien te vinden. Daar is mijn iron. En dan gaan we sowieso één iron pickaxe maken. En ik heb natuurlijk ook nog geen bed. Dus ik kan ook nog niet eventjes daar naar buiten gaan of zo. Maar ik ga offscreen sowieso nog eventjes minen. En dan die pipes, hoe maak ik dat ook weer? Oh ja, met glas. Ik heb ook nog helemaal geen glas. Dus ik kan ook nog niet geen pipes maken. Maar dat hebben we eigenlijk pas later nodig als we aan de gang gaan met onder andere, weet je wel, dat je je dingen kan sorteren. Dat kan je met die pipes allemaal doen. En dan gaan we eerst een bucket maken. Hebben we eigenlijk, ja, we hebben nog sticks. Cooked pork chop. Nou, ik heb nu helemaal geen honger. Dus dat scheelt. Ik heb niet echt gerend ook. Wachten we even tot deze iron ingots. Ingots er zijn. En dan ga ik eventjes wat wegstoppen. Ik zal even nog een chest maken erbij. Ik weet dat dit ook anders. Oh joh, wat is dat? Boomerang. Oh, oké. Okay. Je kan dus blijkbaar een boomerang maken. Best wel vet. Die seeds kunnen we even. Holy shit. Onweer buiten. Buiten in het spel bedoel ik. Zo. Nog een chest. En daar doen we dan eventjes de ores. Lapis lazuli bij. En dat was het wel. Wat daarbij hoort. Iron ingots gaan we eventjes omzetten in een. Oh, niet zo. Zo, op die manier een pickaxe. Dan ga ik nog even verder minen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat even een like achter. Laat ook even achter wat die poort daar buiten was in de reacties. Want ik zou het niet weten. Gaan we volgende keer eventjes doorheen. Kijken waar we uitkomen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Happy Wheels of een nieuwe Tekkit. Later.